Het GVB was van plan om te bezuinigen. We hebben nu 5 metrolijnen in Amsterdam en het GVB wilde daar 4 metrolijnen van maken. En ze wilden dus een metrolijn uit de Bijlmer schrappen. Deze verbinding is super belangrijk. Er zijn superveel mensen die in Zuidoost werken en die naar het centrale stadsdeel moeten gaan. Toen heb ik besloten om zelf een petitie te starten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de gewone Amsterdammer ook iets te zeggen heeft over hoe wordt alles hier verdeeld. Veel armoede hier in Zuidoost en niet iedereen auto heeft. Het is belangrijk dat de metro blijft rijden. We zijn de straat op gegaan om handtekeningen te verzamelen. We zijn de perrons op gegaan, we hebben posters geplakt. Zoveel mogelijk duidelijk maken dat de 53 moet blijven. Vervolgens zijn we naar het stadhuis gegaan. We hebben daar ingesproken en kenbaar gemaakt dat Zuidoost van zich laat horen. Uiteindelijk hebben we ruim 7000 handtekeningen ingezameld. We hebben gewonnen en we zijn heel erg blij dat metro 53 blijft rijden.